Ik ben Wim Balieu en die kookmicrobe die heeft echt wel van jongs af aan in mijn genen gezeten. Vanaf mijn 18e combineerde ik echt mijn passie voor koken met mijn passie voor lifestyle en design en ben ik begonnen met luxe event catering. We zijn toen heel snel uitgegroeid van achteraan in de slagerij tot 70-tal medewerkers, 3 miljoen euro omzet, maar vooral heel leuke klanten van Maserati, Porsche, Vuitton tot zelf ja, de kers op de taart, het Belgisch Koningshuis. Na een aantal jaren in die topgastronomie miste ik toch echt mijn roots. Ik kreeg heimwee naar simpel eten, lekker eten, maar toch combineren met de bruisende stad. Dat is het moment dat Balls & Glory was geboren. Een bord vol dampende stoemp met dan die krokante, gevulde, overgebakken gehaktbal en dan natuurlijk de bruine jus en de green curry rond. Maar het moest ook anders, het moest duurzamer, want jammer genoeg wordt vlees echt niet meer naar waarde geschat. Varkens houden en kweken, dat is een branche geworden van heel kleine marges. En daarvan is natuurlijk het dier het slachtoffer, maar vooral ook de boer. Ik ben als kind ook zelf opgegroeid op de boerderij van mijn metje Mariette, dus het was heel vanzelfsprekend om 's nachts op te staan. Mijn metje was een echte boerin in hart en nieren, net zoals onze partners Mieke en haar man Luc. En het is op hun boerderij, de Zwalmbeekhoeve, midden in de Vlaamse Ardennen, dat we samenwerken aan betere veeteelt. Focus op dierenwelzijn, niet te veel varkens, de liefde van Mieke, kort, krachtig. Keep it stupid simple. Los van dat alles moest Balls & Glory vooral ook een hedendaags businessmodel zijn. Weg van de illusie dat horeca enkel zwartwerk is en btw-loze rekeningen. Wij werken niet langer met die klassieke profielen van kelners en afwassers en koks, maar wij prefereren echt polyvalente medewerkers, iedereen samen aan de slag in die keuken. We zijn echt een merk met een omni-channel-strategie, dus we doen events via onze foodtruck, we liggen in de retail, we doen vooral ook delivery, dus onze omzet is niet enkel afhankelijk van onze restaurants. We creëerden echt een ecosysteem die inspeelt op de noden, niet alleen van onze boeren, maar ook van onze klanten en vooral ook onze zelfstandige uitbaters. En daardoor zijn we gewoon het eetcafé van de toekomst.